Floor, gefeliciteerd met de nieuwe winkel. Het is schitterend geworden. Ik heb al een kijkje mogen nemen. En zo dadelijk nemen we samen even een kijkje voor een mooie rondleiding. Wat me opvalt, naast de mooie ballonnen, is een nieuwe naam. Ja, de naam is een beetje vernieuwd. Bedankt voor de felicitatie trouwens. Daar is dierspecialist bijgekomen. Er zijn verschillende ketens in Nederland. Faunaland en Dobie zijn twee ketens die nauw samenwerken. En er is nu voor gekozen om daar één naam aan te gaan plakken. En dat is dierspecialist. Dus je hebt dierspecialist Faunaland Paul Mevens. En je hebt ook een dierspecialist Dobie. Verdeeld over het hele land. Dus samen vormen we de grootste keten van Nederland. Ja, een nieuw begin. Laten we snel even binnen gaan kijken. Ja, kom mee. Paul, wat al gelijk opvalt. Ik mis de kassa hier meteen links. Die staat nu een stuk verder. Ja, we hebben een beetje verder gezet om wat meer ruimte te creëren voor. We hebben ook geprobeerd om de winkel wat rustiger te maken. We hebben gekozen voor een zwarte plafond, een wat donkerder vloer. Dat creëert wat meer rust en de producten springen er wat meer uit. Ja, het witte oogt ook wat groter. Ja, hij is 2 vierkante meter groot geworden, de winkel. Dat zou je niet zeggen als je het ziet, maar we hebben gekozen voor een heel andere opstelling. En dan het wit, het oogt ook groter. Ja, het oogt inderdaad groter. Er is maar 2 vierkante meter bijgekomen. Maar het oogt inderdaad groter door de heel andere opstelling die we gemaakt hebben. En dan met die nieuwe winkel heb je ook een ander assortiment. Ja, het assortiment is een stukje groter geworden. We hebben bijvoorbeeld heel veel hondenspeelgoed erbij gekregen. Heel veel kattenspeeltjes hebben we erbij gekregen. De aquariumstelling is een stukje groter gemaakt. Dus we hebben een uitgebreider assortiment. We zijn 19 jaar geleden hebben we de winkel gestart. De inrichting was op een gegeven moment toch wel gedateerd. We hebben heel veel aanpassingen gedaan, maar hij was niet meer van deze tijd. Dus nu hebben we gekozen voor een heel nieuw type winkel. Die er weer de nodige jaren tegenaan kan. Dus we kunnen weer even vooruit. Ja, toekomstbestendig. Ja, absoluut. We hebben gekozen voor dat mensen in de winkel veel meer kunnen kijken, dat ze veel meer kunnen zien. Heel veel show aquaria hebben we ingericht, ook op een mooie hoogte gezet, dat mensen ze goed kunnen zien. Je speelt daarmee echt op één op de beleving van de mensen. Ja, absoluut. Dus het moet niet zo zijn dat ze hier binnen 2 minuten weer buiten staan. De mensen moeten hier echt op hun gemak rond kunnen kijken. En het moet eigenlijk nog net geen dierentuin zijn, geen entree. Dus ik nodig die mensen uit om allemaal even langs te komen. Paul, we zijn hier aan de achterzijde van de winkel. Met een hoeveelheid vissen. Het is ook al uitgebreid. Ja, er is een stukje bijgekomen. De aquariumwand is er helemaal uit geweest. Wat er stond is helemaal schoongemaakt. Flink wat onderhoud aan gedaan. Dus alle vissen waren uitverkocht op dat moment. Later zijn de bakken weer allemaal teruggeplaatst. Er is water in gegaan. De filters die zijn al weken van tevoren opgesteld bij onze leveranciers. Dat daar goede bacteriën in zitten. Dus biologisch zijn die bakken alweer helemaal in orde. Een hele klus geweest, maar we hebben het met een heel goed team gedaan. We hebben met zeker 15 personen hebben we hier bijna dag en nacht aan gewerkt. En het resultaat mag er absoluut wezen, vind ik zelf. Je zult er trots zijn, hè? Zo'n resultaat, zo'n prachtige winkel. Ja, absoluut. Daar zijn we zeker trots op. En ook mede door het team wat erachter staat.